in Italië. Stojkovic is van het Joegoslavische team. En altijd Stojkovic in balbezit. Op dat middenveld iedere keer die controle bij de Joegoslaven. Stojkovic maakt zeker geen slechte indruk. Stojkovic, rap. En de paas. En het schot. Maar net na. Perfect aanval van de Joegoslaven. En de achterhoede van Nederland is volledig weggespeeld. En dit is die kleine Stojkovic. Dan komt de paas van Sushi. En Stojkovic. Dan is dat zo'n meter of 12 en dat scheelt maar heel weinig. Nog een keer met de camera van achter de goal. Kunnen we het beter zien. En dat scheelt niks. Niet dat dat de stijl is die het Nederlands elftal moet hanteren. Geen buitenspel. Wegdraaien. Nog een keer kappen. En buitenspel. En Stojkovic. Dat is een Stojkovic. Maakt hem niks uit, links of rechtsbenig. En daar is hij weer op de training lui. Tijdens de wedstrijd bijzonder actief. Balje en Stojkovic. Kort 1-2'tje. En opnieuw een 1-2'tje. Vrije bal. Stojkovic. Vulić. Vulić binnendoor. En Stojkovic. Stojkovic neergelegd. Benen van Stojkovic. Hier gaat hij. Daar komt Van Basten. Met lange been. En geeft hem een klein tikje naar. Stojkovic. En Vulić aan de buitenkant vrij. Maar daar gaat hij niet naartoe. Stojkovic. Langs één man heen. Savicevic gaat door, nog altijd door. En de ruimte. Stojkovic. En bal van Adrie van Tichelen. Dat is terecht. Met de buitenkant. En dan is het enige dat hij kan doen. Kijk eens, de arm omhoog. Vrije trap. Dat was de kant. En het doelpunt. De bal heeft gezeten. Nog eens even kijken. Ik denk dat Nederland ontsnapt. Dit is geen buitenspel. Nu. Is dit buitenspel misschien? In tweede instantie. En dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Maar de bal is over de lijn geweest. Nederland ontsnapt. Dat is niet erg. Eens even kijken of we het nu kunnen zien. Heeft hij gezeten? 10 minuten van de wedstrijd. We gaan nog één keer kijken naar Stojkovic met de vrije trap. Dan staat de achterhoede van de Nederlanders niet goed. Hans van Breukelen haalt hij hem wel of niet achter de lijn vandaan. Het is niet meer belangrijk. Er is al... Ik weet het niet. Dan zou je alle tegenstanders gezien moeten hebben. Nederland heeft wel oog niet slecht. Maar dan markeert het nodig aan. En opnieuw zijn ze weg. Stojkovic. Aan de bal. Savicevic. Buiten het spel. Van Tietkeblok, binnendoor. Stojkovic. Binnendoor, Vulić.